Welkom bij Aquadental. Papa, vang me op, hè! Gaat ie? Jawel. Wat wel een wilde. Welkom bij weer een nieuwe video van Colchips. Ik ben Jochen en ik ben vandaag samen met Milko en Robin. En waar zijn we? Aquadental. In Dintel. Denk en we hebben vandaag heel het zwembad. Maar Milko is er ook weer bij. Milko, ik heb even lekker vakantie gevierd. Hoe was je vakantie? Ik heb een hele leuke vakantie gehad. Even een kleine samenvatting. Ik heb op een trampolinebrug gesprongen. Ik heb een airbag gesprongen van 30 meter. Ik heb ook in het water gesprongen van 14 meter, maar dat ging niet zo goed. Dat is gewoon even de vakantie van Milko. Ja. Maar wij gaan hier lekker even duiken. Tenminste, hun gaan duiken. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Welkom bij Aquadental. Papa, vang me op, hè! Ga jij met de GoPro springen, Diony? Ja. Nou, dan ben ik benieuwd wat voor shots dit gaat worden. Ik wil even de legendarische woorden horen. Er zit een beetje een vlekje op de lens. Er zit een beetje een vlekje op de lens. Even blazen op de lens. Harder. Ga je koud, manneke? Ja, het is koud hier. Wacht. Wat ga jij doen? Ik wil 360 dead dive, maar hij ging net ook al fout. Dus. Maar hoe doe je hem vol? Ja, die gaat goed. Ja, dit. Komt die? Flippers. Ja. Yo. Hey, wat ga je doen? Ik heb het zoals je zo'n ding wel. Milko, ga je doen? Een dubbeltje. Dubbeltje? Ja, even rustig beginnen, hè. Ik heb nog last van mijn rug. Als je eigen afvraagt waarom heeft Milko last van zijn rug, check even deze video. Ben jij nou gewoon zo'n kast of is dat gewoon een heel klein handdoekje? Ik denk dat ik de handdoek van Robin had gehad. Wat was dat? Was dat je kop die er tegenaan klapte? Ja. Gaat die? Jawel. Wat wel een wilde. Die was toch alleen. Die was echt hard, man. Ja? Hoorden jullie het? Ja, we hoorden hem keihard.
Oh, kijk dan! Waarom pak die GoPro? Ja, nou, ik wil geen water in mijn neus krijgen omdat ik zo naar beneden ging. Dus ik denk, nou, ik doe mijn hoofd naar beneden. Zat blijkbaar nog steeds glijbaan. Ja, kan gebeuren. Zo zie je maar weer. Een quadflip van 14 meter is gewoon helemaal prima te doen. Maar op het moment dat je op een kinderglijbaan gaat als 20-jarige, ja, is toch net niet helemaal verstandig. Maar ik leef nog. We gaan nu in de wedstrijdje zwemmen. Gewoon normaal baantje, zoals de Olympische Spelen of zo. Degene die als laatste is, moet airsplash doen van de 3 meter. Op je naadje vallen vanaf 3 meter. Op je akka. 3, 2, 1, go! Wie? Oh, kijk ze! Oh, Dio die ligt achter! Stip aan de broek. Kom op, Dio! Kom op, Dio! Straks is zijn kringspier geklopt. Is dat een kontgaatje? Weet je niet wat kringspier is? Waar ik op mijn schoot ben. Oh. Komt die Dioni? En blijft de tuin! Hé, ja, accepteer het nog wel, hè? Gaat die Dioni? Gaat. Kijk hem lachen! Dat was zo hard! Jongens! We gaan naar de Mackie! Kom er maar uit! Zijn jullie klaar? We gaan naar de Mac! Helemaal Mac? Mackie? Eten! We hebben weer een challenge. Het is vandaag rustig bij CrossGyms. Dus Amre Tessa Sluspuppy Challenge. Wie het langzaamste is, die moet in een onesie een flip maken in de foam pit. Ik wil even een tactiek met jullie overleggen. We gaan de Sluspuppy Challenge doen. Maar mijn trainer zegt altijd, maak gebruik... Hey, wegwezen! Maak gebruik van je tegenstanders zwakte. Dus ik ga gewoon hopen dat Amre als een gek gaat eten, brainfreeze krijgt, terwijl ik gewoon rustig met Sluspuppy naar binnen kan werken en dat ik nog vind. Wil ik jou een tip geven? Ja. Probeer niet dat hij tegen je gehemeld aankomt. Gewoon... De kou niet tegen je gehemeld. Dat komt wel goed, dat komt wel goed. 3, 2, 1, go! Dat werkt niet. Kom op, het is geen grote Sluspuppy. Jullie zijn echt langzaam. Jullie zijn echt langzaam, kom op. Het is gelukkig maar 25 graden. Tyfus. Oh, dat mag je niet zeggen. Kop bij gek. Oh, jij doet mee? Luister, en hebben jullie me over een minuut niet op, dan gaan jullie allebei in een onesie flip maken. Wow, hij komt nu pas. Jullie hebben gewoon nu al het record van de meest slome... Oh, het geluid staat niet aan, we moeten hem overnieuw doen. Nee, ja, dag. Maar waarom pak je een lepel? Doe gewoon gieten. Jullie zijn echt traag, kom op man. Ja, zo, hup. Genaaid waar je bij staat. Oh, je moet snel zijn, Amber. Tessa heeft een mijn aan. Nou moet je echt snel zijn. Je kan winnen als je nou gewoon verstand op nul. En gewoon gieten. Denk maar dat het een biertje is. Laatste beetje. Ja, ik vind gelijk spel, allebei. Ik wil dadelijk geen smoesjes, ik voel me niet zo lekker. Ik wil naar huis, hè. Ik kan echt niet bewegen. Frontflip maken en je moet heel hard het geluid van de vogel maken. Oké. Wat nou, wat voor vogel was dat? Luif! Tessa. Nee. Het zal te erin maken, maar wacht even. Dat heb ik bij Amber ook gezegd. Je moet het geluid van de vogel maken. Ja, dat...